Ik denk dat er veel Nederlanders zouden zeggen, ook wel een schande, zo'n pensioen als die van Lorssum. Eh, waarschijnlijk zijn hele leven uit zijn neus gevreten... en dan krijgt hij ook nog een geweldig pensioen. Zou toch verboden moeten worden? Kijk, dit, ik ben niet erg overtuigd van dit type van en eigenlijk nogal kwalijke en kinderachtige redeneringen. Het Lorssum, kunt u mij horen? Zie je mij? Even kijken. Ja, ik zie je. Oh, kijk aan. Je bent in de auto gaan zitten, zie ik. Ik zit nu in mijn eigen auto achterin. Ja, ik zit in mijn eigen auto. Oh ja. Dat leek me handig. Omdat dat huisje heeft een heel hoog plafond. Dus dat zou misschien een beetje een rare palm kunnen geven. Voor de mensen die het gemist hebben. Ja. Je bent natuurlijk nu niet uh, in Utrecht, maar je bent op vakantie. Hoe is het op Texel? Ja. Nou, dat is prima op Texel. Want we hebben hier normaal Nederlands zomerweer. Dus dat betekent dat het niet al te warm wordt. Je ziet ook steeds weer, wat ik altijd beweer, hoe groot de temperatuursverschillen zijn tussen het zuiden van Nederland en de Waddeneilanden. Het scheelt altijd wel 4, 5 graden. En dat is nu natuurlijk ook zo. Dan zie je dat het in Maastricht 29 graden is. En dan is het hier op Tessel in het windje 23 graden. En dat is heel aangenaam. Dus ook voor mij is het uh, qua wandelweer is het, uh, is het ideaal. Dus ik ben, heel, ik ben heel tevreden. Het is een beetje wonderlijk. Wel heel de Scandinavië heeft last van overstromingen. Zuid-Europa heeft last van overstromingen en uh, ruwelijke hitte. En wij zitten er net tussenin. met een doodnormaal Nederlands zomertje. Dat is toch prachtig? Precies, precies. Hey, van de week hebben we dat rapport uh, gehad over uh, de armoede die uh, toeneemt. Hoe heb je dat gevolgd? Ja. Nou, door de statistiekjes in de krant te bestuderen. Eh, op zichzelf was het Nederlandse armoedecijfer eh, frappant laag, volgens mij. Ergens eh, rond de 5, 4,7 of zo. En daar is dan nu wel wat bijgekomen. Maar het is duidelijk dat als die subsidieregelingen wegvallen van die energie en zo, dat een groter aantal gezinnen in de problemen raakt. En ik zou zeggen, daar moet de overheid iets aan doen. En bovendien zag ik dat onze demissionaire minister-president ook al had gezegd, dat er iets aan moest worden gedaan. Maar op zichzelf, comparatief gezien, zijn dit lage armoedecijfers. Wat natuurlijk het meest onaangename cijfer is, is dat er geloof 200.000 kinderen in uh, armoede opgroeien. En dat is, dat is niet aangenaam. Hmm. He, dat beperkt toch je mogelijkheden in allerlei opzichten. En, en accentueert verschillen tussen leerlingen waarvan de ouders het wel goed hebben, en leerlingen waarvan de ouders het niet goed hebben. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, pak het aan. En In principe is er volgens mij wel een instrumentarium om dat te doen. Ja, er wordt gezegd van verhoging van de bijstand en stijging van het minimumloon. Dat zijn voorbeelden van ook echt effectieve maatregelen. Ja, dat wordt al heel lang bepleit. Kennelijk is daar toch allerlei frictie over. Er zijn natuurlijk allerlei belangengroepen die daar niet in geïnteresseerd zijn in verhoging van het minimumloon. Maar dat is misschien wel in een land wat zo welvarend is als wij zijn. Wij horen toch ook in de Europese Unie tot de absolute top. Zou het wel, denk ik, aangewezen zijn om ook daar eens wat meer rekening mee te houden ten aanzien van de mensen die het in Nederland toch wat minder hebben. Het Planbureau heeft ook gezegd van als we daar nou helemaal niets aan doen, dan kan het oplopen tot 1 miljoen mensen die in armoede leven. Ja, en, en grote welvaartsverschillen, dat is een algemeen bekend feit, die zorgen voor een dysfunctionele samenleving. Je moet die welvaartsverschillen die moet je binnen een relatief geringe bandbreedte houden. Ja. En dan wordt natuurlijk een, een, aan de top van in Nederland wordt redelijk achtergeroomd door alle mogelijke eh, overheidsbepalingen en belastingheffing. Maar we zouden, gezien onze algemene maatschappelijke rijkdom, zouden we wel wat meer kunnen doen aan de onderkant. Want het, steeds dreigt het gevaar dat de onderkant, eh, laten we zeggen, positie verliest. En je moet natuurlijk vooral oppassen dat je niet in zo'n situatie terechtkomt als in de Verenigde Staten. Waar extreme welvaartsverschillen natuurlijk een belangrijk deel vormen van de dysfunctionaliteit van die samenleving. Hmm. En er is geen groter zegen dan de verzorgingsstaat. En daar hebben we al veel te veel aan, aan geprutst in de afgelopen twintig jaar. En je zou eens, wat mij betreft, een parlementaire enquête kunnen houden. Hoe staat het met de verzorgingsstaat? hebben we niet veel te veel bezuinigd, veel te veel dingetjes er vanaf geknipt, omdat we dachten dat dat allemaal goedkoper zou zijn. En ik denk dat dat mede bepaalt ook dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Hmm. Dus ja, ik zou zeggen, eh, laten we ons eh, afvragen wat we de afgelopen twintig jaar fout hebben gedaan en laten we proberen dat in de komende decennia te corrigeren. Want dat zijn natuurlijk, dat begrijp je ook wel, is niet iets wat je in een week kunt doen. Dat is een lange termijn proces. En ik denk dat in het lange termijn proces in de afgelopen twee decennia meer fout is gegaan dan we eigenlijk zelf ons realiseren. Wat vind je het belangrijkste? Wat moet teruggedraaid worden of of wat anders moet? Je moet het zo zien te organiseren dat de mensen weer vertrouwen krijgen in Laten we zeggen, de, de zorgzaamheid van de overheid. En niet steeds het gevoel hebben. dat de overheid ze eigenlijk in hoge mate wantrouwt. en altijd bezig is ze te beloeren. en ze maatregelen te verzinnen om, om, om uitkeringen stop te zetten. geeft ook de, de burgers veel meer mogelijkheden. om tegen dat soort zaken te protesteren. Dat scheelt natuurlijk ook. Maar dat is wel een lange termijn proces. Ja, denk aan het, het sluiten van de verzorgingshuizen, ja. Leek een geweldig leuk ideeën. We waren allemaal zelf redzaam. Ja, de oudjes gingen allemaal thuis blijven wonen tot ze 95 waren. Maar de praktijk is natuurlijk dat dat een heel lastige zaak is. En dat voor sommige mensen die verzorgingshuizen een uitkomst waren. Ja, is dat vrij kostbaar voor een samenleving? Ja, maar dat is nou juist het mooie van een Nederlandse samenleving, dat we een hele rijke samenleving zijn. Dus ik zou zeggen. Laten we in ieder geval voluit stoppen met bezuinigingen op de verzorgingsstaat en de zorgende functie van onze overheid. Ik denk ook aan, aan de medische sector, waar, waar we voortdurend commercieel moeten denken en het kan allemaal weer minder en zo. Daar moeten we echt bij ophouden. Ik denk dat dat geleid heeft tot een ingrijpend vertrouwensverlies van de burgers ten aanzien van onze overheid. Hoort daar ook bij eh, dat die hoge energiekosten en die inflatie hè, die afgelopen jaar gecompenseerd is en die dit jaar afloopt, die maatregel, dat dat voor misschien de laagste inkomens verlengd wordt? Nou, dat hangt een beetje af van de, de, de macro-economische ontwikkeling, zou ik zeggen. In zoverre dat die energiekosten heel hoog blijven, zou ik zeggen, probeer daar aan de onderkant inderdaad eh, de helpende in hand te bieden. En ten aanzien van de inflatie, die is natuurlijk al heel sterk afgenomen. Altijd even kijken wat de kerninflatie is en wat, wat de inflatie is van dingen die eh, op vrij korte termijn kunnen veranderen. Maar ik zou zeggen, laat iemand die er verstand van heeft uitmaken hoe je het beste kunt vermijden. En dat is ons startpunt in deze discussie. Dat je kunt vermijden dat een groter aantal mensen in Nederland in armoede komt te verkeren. Hmm. Is het mogelijk in Nederland om uh, geen armoede te hebben gezien de welvaart die we hier hebben? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Maar dat, dat zou toch waarschijnlijk ook ingrijpende maatschappelijke veranderingen noodzakelijk maken. We zijn toch wel erg gemakzuchtig in het tolereren van armoede. Een van de grote raadsels eigenlijk is als je nou Nederland vergelijkt met Nederland kort na de Tweede Wereldoorlog we een door en door armoedig en raar land waren. Niet waar? En je ziet hoe ontzettend welvaardig we zijn geworden. Dan zou je toch zeggen, is het dan niet gek dat we nog steeds mensen hebben die in betrekkelijke armoede leven? Het is natuurlijk wel weer betrekkelijke armoede. Maar dat is, we hadden daar meer aan kunnen doen naar mijn idee. Hmm. Ja. Hoe je dat precies zou moeten aanpakken, dat moet je vragen aan mensen die precies weten hoe die economie en ook hoe de zorgsector precies in elkaar zitten. Maar ja, het is een... een ik ben niet de eerste die op dat lumineuze idee komt, zal ik maar zeggen. Er zijn allerlei mensen die hebben gezegd, hoe is het nou toch mogelijk dat de westerse landen zo godvergeten rijk zijn geworden en dat alle mogelijke vaak ernstige armoedeverschijnselen, en ze zijn in Nederland weer iets minder ernstig dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, maar hoe komt het dat die verschillen nog steeds op een zo pijnlijke wijze zijn blijven bestaan. Dat is toch een soort, ja, soort lamblendige acceptatie van, van zaken... die wellicht nog anders zouden kunnen. Hmm. Dan hebben we hebben het eerder gehad over de grondwet. Vind je nou dat bestaanszekerheid en het bieden ervan... dat dat ook echt een grondwettelijke taak is van de overheid? Nou, sterker nog, als, als je goed je, je, je herinnert wat er staat... er zijn vier artikelen in de grondwet over dit soort van zaken... En daar zou je de overheid wel degelijk aan kunnen houden. En ik, volgens mij is de rechter ook vaak wel bereid om zich op dit punt uit te spreken. Of dat nu kwesties zijn die het en zo betreffen. Maar ook op dit punt zou je eens moeten kijken naar de... Volgens mij zijn het vier honderd die over bestaanszekerheid en dat soort van zaken gaan. Kijk daar eens naar. En dan moet je constateren dat we ons daar bepaald niet altijd keurig aan hebben gehouden. Ik begreep dat er 7 miljard nodig was, zei het planbureau volgens mij om dit uh, zeg maar uh, op te krikken en op te vangen. Nou ja, dat vind ik wel een vrij bescheiden bedrag eigenlijk. Als we even kijken naar het totaal van naar het bruto-nationaal inkomen en naar, uh, laten we zeggen, het inkomen van de Nederlandse overheid, dat, uh, dat moet dat geld moeten vinden zijn. Ja, maar goed, de, de overheid moet ook nu de begroting rondkrijgen. Uh, uh, en daar hebben ze het ook niet makkelijk mee. Dus dan is dit natuurlijk wel een enorm bedrag. Nou, dat, dat valt allemaal best mee. En we zijn in Nederland al heel gauw, zijn we aan het om over die begroting paniek terug te doen. Maar uh, ons, uh, laten we zeggen, ons budgetaire beleid ook uh, op de lange termijn is van een, een zeldzame soliditeit. Dus daar, daar, zijn, daar zit bepaald best wel wat ruimte in. Ander onderwerp uh, is Frans Timmermans en zijn uh, wachtgeldregeling. Uh, hoe heb je dat gevolgd? Nou ja, dat heb ik gelezen. Er is een wachtgeldregeling. Ik vind wachtgeldregelingen volkomen begrijpelijk en fatsoenlijk. En op dat niveau is het waarschijnlijk een omvangrijke wachtgeldregeling. Maar je begrijpt, dat is natuurlijk voor uh, de, de Timmermans-critici uh, een fijne aanleiding om dan weer uh, ruimschoots in te gaan. Maar nogmaals, er is geen enkel bezwaar tegen wachtwijgegeldregelingen. En die zullen bij hoge inkomens ook relatief hoog zijn. En dat is natuurlijk voor de meeste mensen die denken, pot voor drie, dat is maar ook wat. Maar nogmaals, het is heel normaal. Maar het gaat om een bedrag van drie ton, als je de berichten in de media uh, moet geloven. En wat ja, je... dat lijkt me op dat niveau eigenlijk vrij redelijk. Ik weet niet precies wat de inkomens zijn van die, van die Europese top. Geen idee, maar die zullen wel wat hoger liggen, denk ik, dan, eh, dan die limiet die we in Nederland hebben. Van wat is het ook weer, 190.000? Mm. Ik heb ook altijd voor de minister-president 190.000 nogal een aanmoeiend bedrag gevonden. Als je denkt voor wat voor bedragen er in, in de private sector worden betaald voor functies die eh, heel wat minder van belang zijn en heel wat minder eh, daadkracht vergen dan die van de minister-president. Ja. Het loopt ook op. En dat goed, je weet, dat, is dat, ja, dat ligt altijd gevoelig. Want dan krijg je al heel gauw van. Ja, die politici die, die verrijken zichzelf. Het is schandelijk. Eh, ja. Kijk, als je natuurlijk het modale inkomen verdient. wat is dat in Nederland tegenwoordig? Ik denk ergens tegen de 40.000 euro per jaar. Dan zijn dat natuurlijk inkomens waar je denkt: hoe is het gods mogelijk? Eh, van zes, zeven maal het modale inkomen of meer. Maar dus ik was. Ja, nogmaals, het lijkt me dat wachtgeldregelingen in, daar in, die, in, in Europa, dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Om daar nou schande over te gaan roepen, dat is een beetje kinderachtig gekletst. Maar vind je niet dat het gevoelig ligt voor een partij die toch ook uh, opkomt voor de mensen die het minder hebben en daar worden toch enorme bedragen nu uh, ge, genoemd, uh, dat kan ja, natuurlijk ook botsen. Wat, wat is dat niet een beetje eigenaardig soort van, uh, die partij die is er een voorstander van, niet waar? ...dat ongetwijfeld de mindere man het beter krijgt... ...maar dat heeft verder niets te maken met wachtgeldregelingen... ...of de algehele inkomensstructuur van de samenleving. Dat betekent met zo'n tijd voor... ...tijd voor dat ik ook over die op die partij ga stemmen... ...ik weet nog helemaal niet wat ik ga stemmen... ...maar laten we even aannemen dat. Maar dan zou de redenering zijn... ...ja, die Verrossem kan daar niet op stemmen... ...want die heeft een inkomen wat van een zodanige aard is... ...dat die armoedzaaiers ja, die denken van... ...wat doet hij het van, hè? Hoe is het mogelijk dat zo'n zo ongelooflijke, waardeloze oplichter als die van Rossum zoveel geld verdient? Het, kijk, het, de algehele structuur van onze inkomensverdeling in de rijke landen, laten we het even zo noemen, die is, eh, ja, die is niet altijd even rechtvaardig. Ik ben een groot voorstander van om het rechtvaardiger te maken, maar dat eh, aan de top in Europa fors betaald wordt, vind ik begrijpelijk. Eh, aan de top van het bedrijfsleven is drie ton per jaar. Dat stelt echt geen reet voor, kan ik je vertellen. Eh, waarom zou dan dus iemand die leiding moet geven aan eh, de Europese Unie... ineens moeten worden gereduceerd? Wat is het idee dan dat hij een modaal inkomen gaat krijgen? Of zo? Nou, dit, dit is allemaal toch... Dit, dit komt tot mijn, naar mijn gevoel te sterk voort uit. Ressentimenten. ja, die politici... als maar het overheidsruik, en Nee, dan moet, je, dan moet je een lange termijn beleid vaststellen waarbij je de inkomensverschillen in kleiner probeert te maken. Hmm. Ik kan je verzekeren dat lukt je op termijn, maar heel moeilijk of zeer beperkt. Dan dacht je van, die, al die Nederlanders die middag meer gratis een auto rijden. Hè? Dus je kunt aan, aan zo'n inkomen kun je allerlei rafels hangen. Die geiten ook inkomensbestanddelen zijn, maar... Waarvan je af kunt vragen hoe nuttig het eigenlijk is. Ja, en er zijn natuurlijk veel meer politici die nu de Tweede Kamer verlaten. en die krijgen ook allemaal wachtgeld. Rutte zal zo meteen ook wachtgeld krijgen. Dan heb je natuurlijk een enkeling erbij die meteen een heel leuk ander baantje heeft. meestal als lobbyist. En die hoeven dan, die kunnen dan. en dan verhoor je, dat staat ook meteen in de krant. dat ze afzien van hun wachtgeldregeling. Ja, als je dan meteen een nieuw inkomen gaat verdienen. wat vaak nog hoger is. dan kan ik me dat wel voorstellen. Maar ik vind die hele opwinding over die wachtgeldregeling. dat is gewoon kinderachtig, resentiment, zwartmakerij, een beetje onzin eigenlijk. Dus je vindt Timmermans geen ordinaire wachtgeldgraaier, zoals genoemd wordt in sommige media? Nee, je weet als het woord graaier valt. dan weet je al hoe laat het is in Nederland. Uh, ja. Ik zou me daar uh, geen enkele zorg over maken. Is... Nogmaals, zo, zo zit de wereld in elkaar. Als je dat niet wilt. Dan moet je bijvoorbeeld vooral niet op rechtse partijen stemmen. Waarom niet? Nou, omdat die voorstanders zijn van forse inkomensverschillen toch? Ja. Het, is, het wachtgeld is eigenlijk het geld dat je ontvangt totdat je een nieuwe baan hebt. Hè? Ja, dat, is, dat, dat spreekt voor En ik denk als, als Timmermans eh, of in de Kamer gaat of een eh, ministeriële functie zou krijgen, allemaal ify questions natuurlijk, eh, dan gaat hij er in ieder geval fors op achteruit. Ja. Maar daar, daar waren ook verhalen over dat hij dan een constructie zou hebben bedacht. waardoor het zou worden aangevuld tot wat hij nu verdient. Nou, dat zou ik dan eerst eens afwachten hoe dat in elkaar zit. Ja, ja. Uh, het is ook zo dat hoe langer je hebt gewerkt. Uh, hoe langer je wachtgeld krijgt. Dus bijvoorbeeld als je ja. minder dan drie maanden hebt gewerkt. dan krijg je maar een half jaar wachtgeld. Ja, dat is toch aan heel begrijpelijk of niet? Ja. Dus, uh, en uh, meer dan 38 maanden gewerkt. dat zou uh, voor Rutte gelden. dan krijg je 38 maanden krijg je wachtgeld. Ja, nou ja, ik ben, me, ben er niet tegen. Ik ben, als Rutte wachtgeld wil krijgen tegen de tijd dat hij stopt... dan lijkt dat mij volkomen rechtvaardig en normaal. Hmm. Net zo goed als ik na, wat is het, een kleine 40 jaar... Rijksambtenaar te zijn geweest een vrij fors pensioen krijg Ik denk dat er veel Nederlanders zouden zeggen... ook wel een schande, zo'n pensioen als die van losse waarschijnlijk zijn hele leven uit zijn neus gevreten... en dan krijgt hij ook nog een geweldig pensioen... Dat nog verboden moeten worden. Kijk, dit, ik ben niet erg overtuigd van dit type van eigenlijk nogal kwalijke en kinderachtige redeneringen. Ja, maar hier staat het inderdaad. Vinden oud-politici een nieuwe baan waar ze minder gaan verdienen dan in hun oude functie, dan mogen, ze in hun nieuwe, dan mogen ze dat nieuwe salaris aanvullen met het wachtgeld. Nou ja, waarom niet? Daar kan ik maar iets voor voorstellen. Dat, dat wachtgeld is gelimiteerd in de tijd, neem ik aan. Hm. Ja. Um, Timmermans wordt uh, binnenkort uh, gepresenteerd, hè, officieel, uh, bij PvdA GroenLinks. Geen tegenkandidaten? Ja. Nee, het lijkt me ook uh, vrij nutteloos om daar tegenkandidaat voor te zijn. Nou, we, we hadden er twee volgens mij, Prem heeft ze gemeld en uh, nou, dat was de enige volgens mij die heeft. Ah, je vindt je, sorry hoor, ongetwijfeld de schat van een jongen, maar je kunt Prem toch niet al serieus te nemen? Nee. Nee, en waar we het eerder al over hebben gehad, was eigenlijk dat hem ook, ook zelfs niet altijd serieus neemt. Nee, dat zou goed kunnen. En Timmermans zal ook wel achter de schermen hebben gezegd, hé jongens, ik kom, maar geen uh, interne strijd, want daar heb ik uh, geen trek in. Dan kom ik niet. Groot gelijk heeft hij. Ik bedoel, al die verkiezingen van die leiders. Ik bedoel, de, de, we, we hebben toch ook niet gehoord dat de, de VVD, dat het schandelijk is, dat daar geen tegenkandidaten zijn of serieuze tegenkandidaten Kom op. Een partij is gewoon in staat om een nieuwe leider aan te wijzen en moet geen verkiezingen houden. Wat we daarvan weten uit het recente verleden is dat het niet dan zalige en verzurende resultaten. Hmm. Ondertussen wordt er ook gekeken naar wie Timmermans dan opvolgt uh, in Brussel. Want als hij natuurlijk officieel wordt aangekondigd uh, als lijsttrekker dan stopt hij daar met zijn functie. En uh, de naam van Sigrid Kaag wordt genoemd onder andere om hem daar op te volgen. Ja, nou, voor mij mag het. Ik, heb, ik kan, kan niet goed beoordelen hoe dat precies in zijn werk zal gaan. En eh, op welke gronden dan dat die beslissing gaat worden genomen. Ik neem aan door het nog zittende demissionaire kabinet. En ben ik er tegen? Nee, het lijkt lijkt me een hele competente figuur. Die bovendien een vrij omvangrijke internationale carrière al achter zich heeft liggen. Het lijkt me ook wat mij betreft, als ik nu toch ook maar een beetje kinderachtig mag zijn... Een zeer terechte beloning voor iemand die op een gruwelijke, door en door onfatsoenlijke en schandelijke manier in Nederland behandeld is. En er zijn ook mensen die zeggen dat heeft ze ook een beetje aan zichzelf te danken door hoe ze zich heeft opgesteld. Nou, dat lijkt mij gewoon gelul van de bovenste plank. Je hebt mensen met fakkels in de tuin niet aan jezelf te danken. Helemaal niet. En de peilingen, die, uh, tenminste de laatste peiling die we hebben gehad, die is van uh, 25 juli, die wijst toch op een, uh, nou, een strijd tussen de VVD en de combinatie P vandaag GroenLinks. Ja, dat lijkt mij voor de hand te liggen eerlijk gezegd. Ik denk dat de, de BBB niet een directe bedreiging vormt, electoraal voor de BBB, bij deze verkiezingen. Ik denk dat de BBB wel wat terug zal vallen vanaf het niveau van, van de provinciale statenverkiezingen. Bovendien is er natuurlijk bij, bij parlementaire verkiezingen meestal een wat anders samengesteld electoraat. Dat komt omdat er veel meer mensen komen stemmen bij dergelijke verkiezingen. Dus ja, het zal ongetwijfeld gaan tussen uh, wat, <laughs> wat Rutte al eens de linkse tsunami heeft genoemd en, en de VVD. Ja, we gaan maar eens kijken. En, en dan gaat de VVD ook bij de monden van uh, zijn nieuwe leider, Yeshil Gus. Ik hoop dat ik het nu goed uitspreek. Waar een beetje een oefening voor georganiseerd worden. Het heeft ook al eh, onthuld wat mij, eh, eigenlijk wat ik al lang heb zien aankomen. Dat samenwerking met de PVV wel een ontzettend leuk positief ideetje zou zijn. Wat ik helemaal niet zo'n positief ideetje vind, maar vanuit het perspectief van de VVD is het interessant. Ze hebben het al eerder gedaan met hele beroerde ervaringen als gevolg. Maar kennelijk zien ze nu weer opnieuw een, een waarschijnlijke een gedoogconstructie? Waarbij ze een paar leuke dingetjes voor de, voor de, het doen, voor de PVV doen, waarschijnlijk vooral op het immigratiegebied, waar ze zelf ook al niet tegen zijn en zeker hun rechterkleur niet. En dan kan de PVV weer gedogen, maar dat is toch een, naar mijn idee, risicovolle constructie, zoals we ook bij Rutte 1 hebben gezien. Rutte werd er nog naar gevraagd in de persconferentie. Hè. Er werd gevraagd: van uh, wat, uh, wat vindt u van de lijn van Jezilkes? En je merkt dat hij heel erg heeft geleerd van uh, de fouten die Lubbers destijds heeft gemaakt. door zich actief te gaan bemoeien met zijn opvolger en de beleidskeuzes. Hij heeft nu gezegd: Ik ben het eens met de keuze van Jezilkes om met uh, de PVV weer te gaan praten. Ja, terwijl hij zelf er uh, altijd valikant tegen is geweest. Heb ik, uh, heb ik begrepen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij niet... Hoe zei, hoe zei jij nu? Je ziel Gus? Je ziel Gus, ja. Ik zei je yes, Gus. Nou ja, het blijft een beetje duister. Kan, kan iemand daar helderheid in verschaffen? Want hoe wordt dat eigenlijk precies uitgesproken in, in Turkije? Want dat is natuurlijk waar je het vandaan moet hebben. Oké, okay, maar goed, daar moeten we naar achter zien te komen. Onze onjuiste uitspraak heeft verder niets te maken met, met een oordeel over de betrokken persoon. Eh... Um, ja, ik kan me wel voorstellen dat Rutte denkt van ja, ik ga haar niet voor de voeten lopen. Het laatste wat, wat je in een komende verkiezingsstrijd moet hebben, is dat de oude leider de nieuwe leider voor de voeten gaat lopen. Nou ja, je zei al over, over hoe heet het over Lubbers en zijn, zijn oude opvolger, wat een drama dat in de tijd geworden is. Hm? Aan de andere kant kun je natuurlijk wel zeggen dat de VVD nu met de PVV flirt, dat dat de enige optie is om in ieder geval op migratie de boel vlot te trekken. Dat denk ik wel, ja. Maar wij hebben volgens mij al eerder een aantal tellingen uitgevoerd. Niet al te nauwkeurig, maar toch wel richtinggevend. Die duidelijk maken dat dat zowel een coalitie over links als een coalitie over rechts. Dat hij aanzienlijke getalsmatige problemen zou hebben. En dat je dan toch weer terechtkomt bij middenpartijen, die, die in principe met zowel over links als over rechts mee zouden kunnen doen. En hoe dat precies zal gaan, en of die daartoe bereid zullen zijn, neem bijvoorbeeld de partij, het CDA. Ik weet niet of het CDA en de ChristenUnie bereid zijn om in een kabinet te gaan zitten, wat gedoogd wordt door de PVV. Dat heeft voor het CDA natuurlijk bij de vorige gelegenheid een regelrechte ramp opgeleverd. Wat worden wat jou betreft de thema's uh, tijdens de komende verkiezingen? Ik zou eerlijk gezegd, denk ik dat het thema van de komende verkiezingen is het centrale thema op dit moment in de Nederlandse politiek, moet het over links of moet het over rechts. En eerlijk gezegd ben ik nogal geneigd om te denken, ook structureel historisch. Dat het de hoogste tijd wordt dat Nederland weer een tijdje over links geregeerd wordt. Want het is natuurlijk in de afgelopen jaren voor een belangrijk gedeelte over rechts geregeerd. Sterker nog, de Partij van de Arbeid is zeer zwaar beschadigd geraakt. omdat zij geparticipeerd heeft in een coalitie over rechts. en eigenlijk niet heeft gezien wat een enorme schade dat aan de partij zou toebrengen. Want ja, de Partij van de Arbeid is natuurlijk niet meer dan een schaduw van wat ze ooit was. En dit zou wellicht ook een mogelijkheid tot kwart herstel kunnen zijn. Maar nogmaals, als ik even terugblik, dan zou ik zeggen, een geluid wat je ook elders ziet, dat misschien het net als zou zijn om de sociaaldemocratie in de breedste zin van dat begrip overigens een kans te geven. Maar goed, dat vind ik. Ja, de bekende levensgevaarlijke Stalinistische activist Maarten Borsum vindt dat. Maar. Eh, dat lijkt me eigenlijk gezegd een vrij redelijk standpunt. We zullen zien hoe het electoraal uitpakt. Maar wat nogmaals, ik kom terug op mijn punt. Eh, nog over links, nog over rechts is een voor de hand liggende, goed draaiende meerderheid eh, onmiddellijk op het oog. Maar nu heb je het vooral over de stromingen. Maar als je het over de thema's hebt, dan gaat de VVD in ieder geval met migratie aan de haal. Ja, maar dat is zo'n kinderachtig soort van die, die migratie daar is, daar kan de VVD in feite ook geen bal aan doen. Behalve een beetje, beetje klein prutsen in, in de marge, denken aan die, aan die nareisconstructies, waar ze dan tegen zouden zijn. Dat verliezen ze bij elke, bij elke rechtszaak die daarover gevoerd zou worden, verliezen ze dat. Eenvoudig omdat die zaken ook, ook uh, internationaal vast liggen. En als ze het in Nederland al bij de rechter niet verliezen, dan verliezen ze het uh, via het Europese recht. En dat prevaleert nou eenmaal boven ons nationale recht. Dat zullen veel mensen niet prettig vinden en de VVD heeft daar alles bezwaren tegen gemaakt. Maar zo is het nou eenmaal. Daar zullen ze zich aan moeten houden. Dus dat hele idee van, van de asielrecht moet je puur zien als een als electorale trucage. Als mensen daar in tuinen, moeten ze het zelf weten. Dan komt dat ze niet rekenen, die kunnen de krant niet lezen. Maar nogmaals, ik, ik vind dat een, echt een minor issue, aangezien we daar heel weinig aan kunnen doen. Op lange termijn. Maar wat zijn dan andere thema's waar, waar jij graag van zou willen weten hoe politici lijsttrekkers erover denken? Nou ja, dat zijn de grote thema's. De grote thema's van de, van de eh, laten we zeggen, de energietransitie. En de grote thema's natuurlijk van het, van het stikstofprobleem wat we in Nederland georganiseerd hebben. Dat zijn de, dat zijn de grote thema's. De, en, de, en ook de transitie, natuurlijk, naar een iets ander product producerend systeem. Dat is een vrij ingrijpende zaak die ook over, over een langdurige periode uitgevoerd moet worden. Dus daar, daar liggen de grote uitdagingen. Niet, niet bij de, wat is zo'n wesp, die, die is in, wat een ontzettend klungerend beestje. is. Die zit in je auto. Ja, die zit in ja. je auto. Nu is die, hij is losgebroken, gaat me dadelijk. Hij heeft dat nu genesteld op mijn, mijn lange broek. Ik begrijp dat ik ook op Tesla niet op de korte broek loop. Maar het is een beetje, het is meer, dacht ik, een zweefvlieg dan een wesp. Um, ik dwaal even af. Ja, dat, dat zijn de grote thema's. Iedereen weet dat dat de grote thema's zijn. En als het dan dus gaat over, over immigratie, dan blijkt, ja, dan is dat gewoon een vorm van, van electoraal escapisme. Hm. En op het punt van electorale kinderachtigheden zijn we natuurlijk van alle partijen van alles en nog wat gewend. Verkiezingen gaan vaak over dingen die er niets toe doen. Ja. Hoe heb je nog gekeken naar de presentatie van Bontebal bij het CDA? Heb je daar bewegend beeld van gezien of heb je alleen de nee, artikelen? Nee, ik moet tot, ik moet tot mijn schade, schade en schande bekennen. Dat ik uh, al die dagen niet naar de televisie heb gekeken. Dus ik kijk zorgens even naar teletext en dat is wel zo'n beetje wat ik zie van het Nederlandse nieuws. Want ja, vergeet niet Tom, ik ben met vakantie. Moet je zeggen dat hoe sympathiek mij ook die bonte bal voorkomt, dat op de lijst van mijn, mijn priori dagelijkse prioriteit op Tessel. <laughs> Bontebal geen prominente rol speelt. Maar je leest de kwaliteitskrant wel? Of heb je die ook eventjes? Uh... Nee, de kwaliteitskrant die wordt door mijn bus geduwd in Utrecht. Oh ja. En, en die, die, die vormt dan zo'n forse stapel. En daar loop ik dan eigenlijk vrij snel doorheen eh, tegen de tijd dat ik thuis ben. Nu gaat eh, de bezitter van het huisje gaat rijden. Dus dan moet ik even kijken hoe dit afloopt. Ja, dan gaat hij. Volgens mij komt hij er wel uit met zijn. Oh, want oh. jij staat. Oké, okay, je staat misschien een fout geparkeerd. Ja, ik sta, ik sta echt op de grens van wat mogelijk is hier. Oké. Okay. Nou, wat wel opviel bij Bontebal, om er één aspect uit te halen, is dat je misschien denkt van. Oh, hij gaat proberen om bij de BBB weer stemmen weg te halen door echt dat boerenleven uh, naar voren te brengen. Maar hij is natuurlijk een man uit de stad, uit Rotterdam. En dat kwam ook heel duidelijk terug in die presentatie en in een filmpje wat hij had gemaakt. Hij had het over de tegenstellingen in Rotterdam van de miljonairs en ook de mensen die het heel slecht hebben. Uh, hij zei van dat is eigenlijk de Nederlandse samenleving. Dus hij blijft toch een beetje weg bij dat boerenleven. Ja, kennelijk. Ik denk ook omdat hij er zelf ook wel inziet, eh, ook gezien zijn beta-achtergrond waarschijnlijk, eh, dat zijn toch mensen die meestal min meer normaal rekening kunnen, eh, dat dan natuurlijk aan dat, aan dat probleem van die, van die CO2-uitstoot wel iets gedaan zal moeten worden in de komende jaren. En dat daar in feite natuurlijk al de potentiële afspraken wel liggen, maar nu moet het nog uitgevoerd worden. En daarvoor moeten we een beetje opletten hoe het in die diverse provincies afgewikkeld wordt. Want ja, dat moet in de komende twee jaar zo'n beetje duidelijk worden. Wat ze daar gaan daadwerkelijk gaan doen. He, voordat er mooie praatjes zijn, wat ze daadwerkelijk gaan doen. En ja, als wat hij over Rotterdam zegt is volkomen terecht natuurlijk. Want ik heb begrepen. Dat nog steeds eh, Rotterdam ten zuiden van de Baas het grootste aangesloten armoedegebied van Nederland is. Dus ja, dat, dat zijn hele urgente zaken. En dan zijn we terug op ons armoedeprobleem. Eh, probeer, dat, eh, probeer dat eens wat effectiever rest en structureler op te lossen. Vergeet niet dat het CDA ooit, voordat het eigenlijk toch, toch vrij sterk naar rechts is afgedreven, dat het CDA natuurlijk een partij was van twee kanten. Het was zowel van, van, van laten we zeggen, een vakbewegingskant als een, een werkgeverskant. Het CDA, had de confessionele partijen, waren middenpartijen. En met een linkse impuls en tegelijkertijd ook een rechtse impuls, vaak een wonderrechtse impuls. Maar desalniettemin. Het zijn middenpartijen. Als de CDA enige toekomst heeft, dan zou ik zeggen, niet op rechts. We hebben daar langzamerhand een hele gezelschap. Van, van gedeeltelijke halve garen en één serieuze partij, dat is de WBD. En, en dat, ik denk dat het, de hele strategie van het CDA, die ook deels geweest is in de afgelopen jaren, rechts van de WBD terecht te komen, ik denk dat dat bijzonder kortzichtig is geweest en voor de lange termijn geen serieuze oplossing. En hij heeft ook ingezet, zei hij, op minder schelden. Het moet weer een fatsoenlijke partij worden. Dus daarmee hoopt hij met Ja, zijn... daar heeft hij natuurlijk wel groot gelijk in. Maar nu schelden in Nederland eigenlijk de meest normale reactie op vrijwel alles is geworden. Vooral ook door de belangrijke inbreng van de social media. Die natuurlijk niets dan maatschappelijke ellende hebben veroorzaakt. Kan ik mij voorstellen dat hij dat zegt. En je begrijpt dat dat mijn warme sympathie heeft ook. Ja, wat is Nederland? Nederland is vooral schelden en boos en, en, en dreigen met geweld. En nou ja, het, 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 we zijn er, laten we zeggen, in allerlei opzichten mentaal niet op vooruit gegaan de afgelopen kwart eeuw. Hmm. Maar de vraag is natuurlijk wel, Maarten, of die uh, bonte bal met uh, deze strategie uh, stemmen weet uh, te halen. Want uh, vooral veel stemmen zijn naar de BBB gegaan van het CDA, heb ik de indruk. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik denk, uh, ik acht het niet. Uitgesloten dat dit best positief uh, zou kunnen werken. En dan kom ik terug op een, op een ander punt waar we het vaak over gehad hebben. Uit alle onderzoek blijkt dat zo'n driekwart van de Nederlanders. nou juist dat eindeloze gescheld, gedreigd met geweld. en, en de bedreiging van politici en burgerbeesters. dat, dat de meeste Nederlanders, nogmaals zo'n driekwart. dat heel onaangenaam vinden. Echt, maar de, de, het hele mediacircus. Laten we zeggen, de, de, de hele openbaarheid draait natuurlijk een beetje op die. Op die ja, het is wel lekker, schelden en zo. Altijd boos, overal boos over. Ja, dat is ongeveer een kwart van de bevolking, denk ik. En die, die krijgen natuurlijk buitenproportionele aandacht eh, via het systeem. Dat als je als altijd maar vooraan staat en, en ongelooflijk boos bent, dat je dan vaak meer aandacht krijgt dan de rustige mensen die zich in de achterhoede bevinden. Nogmaals, Nederland is een betrekkelijk redelijk en normaal land. voor zover drie kwart, van, drie kwart van. bij drie kwart van de bevolking. En je ziet dat natuurlijk in tal van landen. zie je deze, deze kloof in zekere zin. Tussen, tussen mensen die vol zijn van ressentiment. achterdocht, boosheid enzovoort. en mensen die wel, wel redelijk tevreden zijn. met het leven zoals ze dat leven. In Nederland, overigens, volkomen terecht. Want ja, we hebben er net verwezen naar armoedecijfers. die zaten onder de 6%. Dus je begrijpt, een groot deel van Nederland is, is heel tevreden over de welvaartssituatie. Overigens, ook de klagers hebben deels vaak redenen voor klagen. Maar de manier waarop dat gebeurt is, is weinig positief. En neemt volgens mij ook niet zo bijster veel op, in okay. dus ik Oké. Ik dus vind, ik vind het een, een verstandig standpunt van Bontebal. Sterker nog, ik denk dat hij gewoon gezegd heeft wat hij er zelf van. En dat is voor een. een, een, een ...politieke leider die hij moet worden, is dat volgens mij een verstandige strategie. Je ja. gaat niet, ga niet allerlei kletskoek beweren hè, omdat je, omdat je media-adviseurs eh, zeggen dat je dat moet zeggen. Zeg gewoon wat je er zelf van denkt. Nou, dat lijkt mij gewoon gelul van de bovenste plak.